Een antologie van lezingen van de woorden van Almachtige God. Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van zijn werk. Het lot van de mens wordt bepaald door zijn houding ten opzichte van God. God is een levende God. En omdat mensen zich anders gedragen in verschillende situaties, verschilt Gods houding ten opzichte van dit gedrag. Hij is namelijk geen marionet, noch is hij lege lucht. Het leren kennen van Gods houding is een waardig streven voor de mensheid. Mensen zouden moeten leren hoe ze door Gods houding te kennen, Gods gezindheid kunnen kennen en zijn hart beetje bij beetje kunnen leren begrijpen. Wanneer je Gods hart beetje bij beetje gaat begrijpen, zul je niet vinden dat het vrezen van God en het mijden van kwaad moeilijk is om te volbrengen. Daar komt nog bij, wanneer je God begrijpt, zul je waarschijnlijk geen conclusies over hem trekken. Wanneer je stopt met het trekken van conclusies over God, zul je hem waarschijnlijk niet beledigen. En zal God je onbewust leiden om kennis over hem te verkrijgen. En daardoor zul je God vrezen in je hart. Je zult stoppen met het definiëren van God door middel van de doctrines, de letters en de theorieën die je hebt geleerd. Integendeel, door altijd Gods bedoelingen in alle dingen op te zoeken, word je onbewust een persoon naar Gods hart. Gods werk is niet te zien en niet te voelen voor de mensheid. Maar wat God betreft zijn de daden van elk persoon, samen met hun houding tegenover hem, niet alleen waarneembaar voor God, maar ook zichtbaar. Dit is iets dat iedereen moet herkennen en begrijpen. Je vraagt je misschien altijd af, weet God wat ik hier doe? Weet God waar ik nu aan denk? Misschien wel, misschien ook niet. Als je dit soort gedachten hebt, waarin je God volgt en je in hem gelooft en toch aan zijn werk en zijn bestaan twijfelt, dan zal er vroeg of laat een dag komen waarop je hem kwaad maakt, omdat je toch al balanceerde op het randje van de afgrond. Ik heb mensen gezien die al vele jaren in God geloven, maar nog steeds niet de echte waarheid hebben verkregen, of zelfs maar Gods wil hebben begrepen. Hun levensgestalte toont geen enkele vooruitgang, maar houdt zich alleen vast aan de oppervlakkigste doctrines. Dit komt omdat deze mensen Gods woord nooit als hun eigen leven hebben opgenomen. En ze hebben nooit echt zijn bestaan onder ogen gezien en geaccepteerd. Denk je dat God het leuk vindt als hij zulke mensen ziet? Troosten ze hem? In dat geval wordt het lot van de mensen bepaald door de manier waarop ze in God geloven. Of het nu gaat om de vraag hoe je naar God zoekt of hoe je God behandelt, het is je eigen houding die het belangrijkste is. Verwaarloos God niet alsof hij lege lucht is ergens achter in je hoofd. Denk er altijd aan dat de God in wie je gelooft een levende God, een echte God is. Hij zit niet daarboven in de derde hemel met niets om handen. Integendeel, hij kijkt voortdurend in ieders hart. Hij kijkt naar wat je aan het doen bent, naar het kleinste woord en de kleinste daad, naar hoe je je gedraagt en wat je houding tegenover God is. Of je bereid bent om jezelf aan God te geven of niet, je hele gedrag en je diepste gedachten en ideeën liggen voor God en worden door hem bekeken. En door je gedrag, daden en je houding ten opzichte van God, verandert zijn houding ten opzichte van jou en zijn mening over jou voortdurend. Ik zou graag advies willen geven aan degenen die zichzelf als een kleine baby in de handen van God zouden willen leggen. Alsof Hij enorm gesteld op je zou moeten zijn. Alsof Hij je nooit zou kunnen verlaten. Alsof zijn houding tegenover jou vaststaat en nooit kan veranderen. Houd op met dromen. God is rechtvaardig in zijn behandeling van ieder persoon. Hij benadert het werk van de overwinning en redding van de mensheid serieus. Dat is zijn management. Hij behandelt elk persoon serieus, niet als een huisdier om mee te spelen. Gods liefde voor de mens is niet van het verwennende of bedervende soort. Zijn genade en verdraagzaamheid jegens de mensheid is niet toegeeflijk of onnadenkend. Integendeel, Gods liefde voor de mensheid is het leven te koesteren, er medelijden mee te hebben en het te respecteren. Zijn genade en tolerantie brengen zijn verwachtingen van de mens over. Zijn genade en tolerantie zijn wat de mensheid nodig heeft om te overleven. God leeft en God bestaat echt. Zijn houding ten opzichte van de mensheid is principieel. Helemaal geen dogmatische regel en deze kan veranderen. Zijn wil voor de mensheid verandert geleidelijk en transformeert in de loop van de tijd. Al naar gelang de omstandigheden en de houding van elk persoon. Dus je moet dit goed weten en begrijpen, dat de essentie van God onveranderlijk is en dat zijn gezindheid op verschillende tijdstippen en in een verschillende context naar voren zal komen. Je denkt misschien niet dat dit een serieus probleem is en je gebruikt je eigen persoonlijke opvattingen om je voor te stellen hoe God dingen zou moeten doen. Maar er zijn tijden dat het totaal tegenovergestelde van jouw standpunt waar is. En dat je door jouw eigen persoonlijke opvattingen te gebruiken, bij je pogingen om God te peilen, je hem al boos hebt gemaakt. Dit komt omdat God niet werkt zoals jij denkt. En God zal deze zaak niet behandelen zoals jij zegt. En dus herinner ik je eraan voorzichtig en attent te zijn in je benadering van alles om je heen. En te leren hoe je het principe moet volgen om in alle situaties op Gods manier te werk te gaan. God vrezen en het kwaad mijden. Je moet een duidelijk begrip ontwikkelen over zaken van Gods wil en Gods houding. Zoek verlichte mensen om het je uit te leggen en zoek serieus. Beschouw de God waar je in gelooft niet als een marionet, door willekeurig te oordelen en conclusies te trekken, en God niet te behandelen met het respect dat Hij verdient. Wanneer je door God gered wordt, wanneer Hij jouw uitkomst bepaalt, ongeacht of Hij je genade of verdraagzaamheid of oordeel en tuchtiging toekent, staat zijn houding ten opzichte van jou niet vast. Die hangt af van jouw houding ten opzichte van God en je begrip van God. Laat niet één aspect van je kennis of begrip van God hem voor eeuwig definiëren. Geloof niet in een dode God. Geloof in een levende God. Onthoud dit. Hoewel ik hier enkele waarheden heb besproken, waarheden die jullie nodig moesten horen, in het licht van jullie huidige toestand en gestalte, zal ik geen hogere eisen aan jullie stellen om je enthousiasme niet te ondermijnen. Als ik dat zou doen, kan jullie hart gevuld raken met te veel somberheid en voelen jullie te veel teleurstelling ten aanzien van God. In plaats daarvan hoop ik dat jullie de liefde voor God in jullie hart kunnen gebruiken en een houding kunnen aannemen die respectvol is tegenover God bij het bewandelen van het pad dat voor jullie ligt. Jullie moeten niet aanmodderen met de vraag hoe jullie met het geloof in God moeten omgaan. Behandel het als een van de belangrijkste vragen die er zijn. Geef het een plaats in jullie hart. Breng die in praktijk. Verbind die met het echte leven. Bewijs niet alleen lippendienst, want dit is een kwestie van leven en dood. En dat zal je bestemming bepalen. Behandel het niet als een grap, als kinderspel. Nadat ik deze woorden vandaag met jullie heb gedeeld, vraag ik me af hoeveel jullie hiervan hebben begrepen. Zijn er vragen die jullie willen stellen over wat ik hier vandaag heb gezegd? Hoewel deze onderwerpen een beetje nieuw zijn en een beetje losstaan van jullie opvattingen en wat jullie gewoonlijk nastreven en waar jullie aandacht aan schenken, denk ik dat jullie, nadat ze een tijdje zijn gecommuniceerd, een algemeen begrip zullen ontwikkelen van alles wat ik hier heb gezegd. Omdat dit nieuwe onderwerpen zijn, onderwerpen waar jullie nog nooit over hebben nagedacht, hoop ik dat ze jullie niet belasten. Ik spreek vandaag deze woorden, niet om jullie bang te maken. En ik probeer ook niet jullie te behandelen. Integendeel. Mijn doel is om jullie te helpen de waarheid van de feiten te begrijpen. Er is tenslotte een afstand tussen de mensheid en God. Hoewel de mens in God gelooft, heeft hij God nooit begrepen. Hij heeft nooit Gods houding gekend. De mens heeft nooit grote belangstelling gehad voor de houding van God. Integendeel, ten aanzien van zijn kennis en begrip van God, heeft hij blindelings geloofd, is hij blindelings voortgegaan en is hij onzorgvuldig geweest. Dus voel ik me gedwongen om deze kwesties voor jullie op te helderen en jullie te helpen begrijpen wat voor soort God de God is waarin jullie geloven, wat hij denkt, wat zijn houding is in zijn behandeling van verschillende soorten mensen, hoe ver je bent verwijderd van het voldoen aan zijn vereisten en de kloof die er ligt tussen jouw acties en de norm die hij eist. Het doel om jullie dit te laten weten is om jullie een maatstaf in jullie hart te geven, waaraan jullie je kunnen meten en waarmee jullie weten wat voor soort oogst de weg waar jullie op lopen heeft opgeleverd, wat jullie op deze weg niet hebben gekregen en bij welke gebieden jullie gewoon niet betrokken zijn geweest. Wanneer jullie onderling communiceren, spreken jullie meestal over een paar veelbesproken onderwerpen. De reikwijdte is beperkt en de inhoud is erg oppervlakkig. Er is een afstand, een kloof tussen dat wat jullie bespreken en Gods intenties, tussen jullie discussies en de omvang en norm van Gods eisen. Als jullie zo doorgaan, zullen jullie steeds verder afwijken van Gods weg. Jullie nemen gewoon bestaande woorden van God en veranderen ze in voorwerpen van aanbidding, in rituelen en regels. Dat is alles. In feite heeft God eenvoudig geen plaats in jullie harten en heeft God nooit jullie harten verkregen. Sommige mensen denken dat het heel moeilijk is om God te kennen. Dat is ook zo. Het is lastig. Als mensen worden gevraagd om hun plicht te doen en dingen in de buitenwereld gedaan te krijgen, als ze worden gevraagd om hard te werken, dan zullen mensen denken dat geloven in God heel gemakkelijk is, omdat dit alles binnen de mogelijkheden van de mens valt. Maar op het moment dat het onderwerp verschuift naar de gebieden van Gods intenties en Gods houding ten opzichte van de mens, wordt het voor iedereen een stuk moeilijker. Dat komt omdat dit te maken heeft met het begrijpen van de waarheid en het betreden van de realiteit door mensen Natuurlijk is dat enigszins moeilijk. Maar nadat je door de eerste deur bent gegaan, nadat je begint met het binnengaan, wordt het geleidelijk aan steeds gemakkelijker. Het uitgangspunt om God te vrezen is Hem als God behandelen. Iemand heeft net een vraag gesteld. Hoe komt het dat we meer van God weten dan Job, maar toch God niet kunnen vrezen? We hebben dit onderwerp al even aangestipt, toch? In feite is de essentie van deze vraag ook eerder besproken. Dat hoewel Job God toen nog niet kende, hij hem als God behandelde en hem beschouwde als de meester van alle dingen, in de hemel en op de aarde. Job beschouwde God niet als een vijand. Integendeel, hij aanbad Hem als de schepper van alle dingen. Waarom verzetten mensen zich tegenwoordig zo sterk tegen God? Waarom kunnen ze God niet vrezen? Eén reden is dat ze diep zijn verdorven door Satan. Door hun diep gewortelde satanische aard worden mensen een vijand van God. Dus ook al geloven ze in God en erkennen ze God, toch kunnen ze zich nog steeds tegen God verzetten en zichzelf tegenover Hem plaatsen. Dit wordt bepaald door de menselijke natuur. De andere reden is dat, hoewel mensen in God geloven, ze Hem gewoon niet als God behandelen. In plaats daarvan beschouwen ze God als tegengesteld aan de mens. Ze beschouwen Hem als de vijand van de mens en ze zijn onverenigbaar met God. Het is zo simpel. Is deze kwestie niet aangesneden tijdens de vorige sessie? Denk er eens over na. Is dat de reden? Hoewel je een beetje kennis van God hebt, wat is deze kennis dan precies? Is dit niet waar iedereen het over heeft? Is het niet wat God je heeft verteld? Je kent alleen de theoretische en dogmatische aspecten. Heb je ooit het echte aanzicht van God ervaren? Heb je subjectieve kennis? Heb je praktische kennis en ervaring? Als God het je niet heeft verteld, zou je dit dan weten? Je kennis van de theorie vertegenwoordigt geen echte kennis. Kortom, ongeacht hoeveel je weet en hoe je het hebt leren kennen, voordat je een echt begrip van God bereikt, is God je vijand. En voordat je God echt als zodanig behandelt, wordt Hij tegenover je geplaatst. Want je bent een belichaming van Satan. Wanneer je samen met Christus bent, kun je Hem misschien 3 maaltijden per dag serveren. Misschien kun je Hem thee geven. Kun je voor Zijn levensbehoeften zorgen. En het lijkt alsof je Christus als God behandelt. Wanneer er ook maar iets gebeurt, zijn de standpunten van mensen altijd in strijd met die van God. Ze slagen er nooit in Gods standpunt te begrijpen en kunnen het niet accepteren. Hoewel mensen oppervlakkig gezien met God kunnen opschieten, betekent dit niet dat ze met Hem verenigbaar zijn. Zodra er iets gebeurt, komt de waarheid van de ongehoorzaamheid van de mens naar voren en bevestigt de vijandigheid die bestaat tussen de mens en God. Deze vijandigheid komt niet van God die tegen de mens is. Het is niet God die vijandig wil zijn tegenover de mens. En het is niet God die de mens tegenover Hem plaatst en de mens als zodanig behandelt. Het is meer de oppositionele essentie van de mens ten opzichte van God die op de loer ligt, in de subjectieve wil van de mens en in het onderbewustzijn van de mens. Aangezien de mens alles wat van God komt als het object van zijn onderzoek beschouwt, is zijn reactie op dat wat van God komt en dat wat God omvat vooral raden en twijfelen en dan snel een houding aannemen die conflicteert met God en tegen God in opstand komen. Daarna zal de mens deze passieve gemoedstoestand aannemen en God betwisten of tegen God in opstand komen, zelfs tot het punt waarop hij betwijfelt of zo'n soort God voor hem de moeite waard is om te volgen. Ondanks het feit dat het gezonde verstand van de mens hem zegt dat hij zo niet zou moeten doorgaan, zal hij er toch voor kiezen om dit ondanks zichzelf te doen, zodat hij zonder aarzelen zal doorgaan tot het bittere eind. Wat is bijvoorbeeld de eerste reactie van sommige mensen wanneer ze geruchten of laster over God horen? Hun eerste reactie is: ik weet niet of dit gerucht waar is of niet, of het nu bestaat of niet, dus ik wacht het wel af. Dan beginnen ze na te denken. Er is geen manier om dit te verifiëren. Is het echt? Is dit gerucht waar of niet? Hoewel deze persoon het niet aan de oppervlakte laat zien, begon zijn hart al te twijfelen, begon hij God al te ontkennen. Wat is de essentie van zo'n soort houding, zo'n soort gezichtspunt? Is het geen verraad? Voordat ze met de zaak worden geconfronteerd, kun je niet zien wat het gezichtspunt van deze persoon is. Het lijkt erop dat ze niet in conflict zijn met God, alsof ze God niet als een vijand beschouwen. Zodra ze er echter mee geconfronteerd worden, staan ze onmiddellijk naast Satan en tegenover God. Wat wil dit zeggen? Het wil zeggen dat de mens en God tegenover elkaar staan. Het is niet zo dat God de mens als een vijand beschouwt, maar dat de mens in zijn diepste wezen vijandig tegenover God staat, ongeacht hoe lang iemand God volgt, hoeveel hij of zij betaalt, ongeacht hoe iemand God prijst, hoe ze voorkomen dat ze zich tegen God verzetten en er zelfs bij zichzelf op aandringen dat ze van God moeten houden. Ze kunnen God nooit als God behandelen. Wordt dit niet bepaald door het wezen van de mens? Als je hem als God behandelt en echt gelooft dat hij God is, kun je dan nog enige twijfel over hem hebben? Kunnen er nog steeds vraagtekens over hem in je hart zijn? Dat kan niet. De trends van deze wereld zijn zo slecht. Dit menselijke ras is zo slecht. Hoe komt het dat je daar geen opvattingen over hebt? Jijzelf bent zo slecht. Hoe komt het dat je daar geen opvattingen over hebt? Slechts een paar geruchten, wat laster, kunnen zulke grote opvattingen over God veroorzaken. Kunnen zoveel ideeën voortbrengen. Wat laat zien hoe onvolwassen je gestalte is. Alleen het zoemen van een paar muggen, een paar afstotelijke vliegen, is dat alles wat er nodig is om je te misleiden? Wat voor een persoon is dit? Weet je hoe God over dit soort mensen denkt? Gods houding is eigenlijk heel duidelijk in hoe Hij deze mensen behandelt. God kijkt niet meer naar deze mensen om. Zijn houding is om geen aandacht aan hen te schenken en om niet serieus om te gaan met deze onwetende mensen. Waarom is dat? Omdat Hij in zijn hart nooit plannen heeft gemaakt om die mensen te verwerven die beloofd hebben vijandig tegenover hem te zijn tot het einde en die nooit van plan zijn geweest om de weg naar verenigbaarheid met hem te zoeken. Misschien hebben deze woorden die ik heb gesproken een paar mensen pijn gedaan. Nou, zijn jullie bereid me jullie altijd zo pijn te laten doen? Ongeacht of jullie het leuk vinden of niet, alles wat ik zeg is de waarheid. Als ik jullie altijd zo bezeer en jullie littekens blootleg, zal dat invloed hebben op het verheven beeld van God in jullie hart? Nee. Daar ben ik het mee eens, want er is gewoon geen God in jullie hart. De verheven God die in jullie harten woont, Degene die jullie heftig verdedigen en beschermen, is gewoon niet God. Het is eerder een verzinsel van de mens. Het bestaat gewoon niet. Dus, het is des te beter dat ik het antwoord op dit raadsel blootleg. Is dit niet de hele waarheid? De echte God is niet de verbeelding van de mens. Ik hoop dat jullie allemaal deze realiteit onder ogen kunnen zien en dat het jullie zal helpen in jullie kennis van God. Die mensen die niet door God worden erkend. Er zijn sommige mensen wiens geloof nooit is erkend in Gods hart. Met andere woorden, God erkent niet dat deze mensen zijn volgelingen zijn, omdat God hun geloof niet prijst. Voor deze mensen, ongeacht hoeveel jaar zij God hebben gevolgd, zijn hun ideeën en meningen nooit veranderd. Ze zijn als de ongelovigen. Ze houden zich aan de principes en de manier van doen van ongelovigen en houden zich aan hun wetten van overleving en geloof. Ze accepteerden nooit het woord van God als hun leven. Geloofden nooit dat Gods woord waarheid is. Hebben nooit de bedoeling gehad om Gods redding te accepteren en hebben God nooit als hun God erkend. Ze beschouwen geloven in God als een soort amateurhobby en behandelen God slechts als geestelijk voedsel. Dus ze denken niet dat het de moeite waard is om Gods gezindheid of Gods essentie te proberen te begrijpen. Je zou kunnen zeggen dat alles wat overeenkomt met de ware God niets met deze mensen te maken heeft. Ze zijn niet geïnteresseerd en kunnen niet de moeite nemen om te reageren. Dit komt omdat er diep in hun hart een intense stem is die hen altijd vertelt: God is onzichtbaar en je voelt hem niet en God bestaat niet. Zij geloven dat het proberen om zo'n soort God te begrijpen hun inspanningen niet waard zou zijn. Ze zouden zichzelf voor de gek houden. Ze erkennen God gewoon in woorden en nemen geen standpunt in. Ze brengen ook niets in praktijk, omdat ze denken dat ze best slim zijn. Hoe ziet God deze mensen? Hij beschouwt ze als niet-gelovigen. Sommige mensen vragen: kunnen ongelovigen Gods woord lezen? Kunnen ze hun plicht doen? Kunnen ze deze woorden zeggen: ik zal voor God leven? Wat de mens vaak ziet, is het oppervlakkige gedrag van mensen, niet hun essentie. Toch kijkt God niet naar deze oppervlakkigheid. Hij ziet alleen hun innerlijke essentie. Daarom heeft God een dergelijke houding, dit soort definitie, tegenover deze mensen. Als jullie kijken naar wat deze mensen zeggen: waarom doet God dit? Waarom doet God dat? Ik kan dit niet begrijpen. Ik kan dat niet begrijpen. Dit komt niet overeen met de opvattingen van de mens. U moet mij dat uitleggen. Dan is mijn antwoord: is het nodig om deze zaak aan je uit te leggen? Heb je iets met deze kwestie te maken? Wie denk je wel dat je bent? Waar kwam je vandaan? Ben je gemachtigd om God aanwijzingen te geven? Geloof je in hem? Erkent hij je geloof? Aangezien jouw geloof niets met God te maken heeft, wat betekenen Gods zaken voor jou? Je weet niet waar je staat in Gods hart. En toch heb je het recht om met God in dialoog te gaan? Woorden van vermaning. Voelen jullie je niet ongemakkelijk na het horen van deze opmerkingen? Hoewel jullie misschien niet bereid zijn om naar deze woorden te luisteren, of niet bereid zijn ze te accepteren, zijn het allemaal feiten, omdat deze fase van het werk aan God is om te voltooien. Als je je niet bezighoudt met Gods bedoelingen, niet bezorgd bent om Gods houding en Gods essentie en gezindheid niet begrijpt, dan ben je uiteindelijk degene die het zal verliezen. Geef mijn woorden niet de schuld, dat ze moeilijk zijn om naar te luisteren. En beschuldig ze niet dat ze jullie enthousiasme hebben bekoeld. Ik spreek de waarheid. Ik wil jullie niet ontmoedigen. Wat ik ook van jullie vraag, en hoe jullie het ook moeten doen, ik hoop dat jullie het juiste pad bewandelen. En ik hoop dat jullie Gods weg volgen en niet van dit pad afwijken. Als je niet in overeenstemming met Gods woord je weg gaat en zijn weg niet volgt, dan kan er geen twijfel over bestaan dat je tegen God rebelleert en van het juiste pad bent afgedwaald. Daarom vind ik dat er enkele zaken zijn die ik voor jullie moet verduidelijken, om jullie ondubbelzinnig, duidelijk, zonder een zweem van onzekerheid te laten geloven. En dat ik jullie moet helpen om expliciet Gods houding te weten, Gods bedoelingen, hoe God de mens vervolmaakt en op welke manier Hij de uitkomsten van de mens bepaalt. Mocht er een dag komen waarop je niet in staat bent om op deze weg te gaan, dan draag ik geen verantwoordelijkheid, omdat deze woorden al zeer duidelijk tot je zijn gesproken. Wat betreft hoe je met je eigen uitkomst omgaat, deze zaak is geheel aan jou. God heeft verschillende houdingen over de uitkomsten van verschillende soorten mensen. Hij heeft zijn eigen manieren om de mens te meten en zijn eigen norm van eisen. Zijn norm om mensen te meten is er een die eerlijk is voor iedereen. Daar bestaat geen twijfel over. Dus de angsten van sommige mensen zijn onnodig. Zijn jullie nu opgelucht? Dat is het voor vandaag. Tot ziens.